Een dorpscoöperatie, dat is een coöperatie, een coöperatieve onderneming die in handen is van het dorp. Dus dorpsbewoners verenigen zich om een bepaalde gemeenschappelijke behoefte in te vullen, die zij gaan invullen door een onderneming. Een onderneming waarvan zij de eigenaar van zijn, waar zij het kapitaal investeren en die ook er is voor die dorpsbewoners. Die dorpsbewoners krijgen een bepaalde dienstverlening van die onderneming. Dus de gebruikers van die onderneming zijn ook de eigenaars. Specifiek aan een dorpscoöperatie is dat dat een onderneming is die gaat, waarbij mensen gaan kijken wat is er nu onze gemeenschappelijke behoefte die wij hebben en die wij gaan invullen. Dus dat ontstaat heel spontaan. Bijvoorbeeld ineens blijkt dat de ontmoetingszaal verkocht wordt, dat zij op straat komen te staan. Wel, ze zeggen wij gaan kapitaal ophalen met onszelf, wij richten onze eigen onderneming op. Die onderneming die gaat voor ons die ontmoetingszaal blijven verhuren aan onszelf. Dus een bepaald specifiek doel. Maar dat kan bijvoorbeeld ook andere gemeenschappelijke behoeften zijn, zoals lokale energie. Een dorp dat zegt, wij gaan onze eigen energie produceren en we gaan die verkopen aan onszelf. Hetzelfde verhaal, je kan dat verhaal maken rond elk eender welke gemeenschappelijke behoefte. Denk bijvoorbeeld ook aan zorg of mobiliteit of een dorpswinkel en ga zo maar voort.